Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Rienus, daar heb je net de plaquette onthuld. Kan je heel kort aangeven voor de mensen in Doesburg waarvoor die plaquette nou is en wat er is gebeurd waardoor die plaquette is komen hangen hier? Ja, natuurlijk, met alle genoegen. Het is zo dat in 1940 werden werkloze Doesburgers gevraagd om in Duitsland te gaan werken. Gevraagd, omdat het in principe vrijwillig was, maar ging men niet. Dan werd eigenlijk de uitkering ingehouden omdat men allemaal werkloos was. Dus dat betekent eigenlijk dat die vrijwilligheid maar heel erg beperkt was. Maar toen zijn er dus in principe in augustus 34 Doesburgers zijn naar Berlijn getrokken. En hebben daar dus gewerkt aan de Rijksbaan, aan de spoorwegen in Berlijn. Totdat een paar maanden op 14 november door de Duitsers een Engels jachtbommenwerper uit de lucht werd geschoten. En het brandende vliegtuig terechtkwam op een van de barakken waar al die werknemers hun bivak hadden. Daarbij zijn dus een groot aantal mensen om het leven gekomen, waaronder andere dus deze 10 Doesburgers die op de plaquette staan. 14 november 1940 en vandaag, 14 november 2021, 81 jaar later, hebben we dus toch nu in ieder geval die aandacht eraan kunnen geven die men ook in die tijd eigenlijk zo gemist heeft. Daarvoor heb je natuurlijk een aantal nabestaanden kunnen traceren, ja, en uitgenodigd. Hoe was dat? Ja, dat was bijzonder heftig, omdat je dan toch merkt na zoveel jaar, we zijn 2,5, 3 jaar geleden begonnen in het kader van onze tentoonstelling om hier wat onderzoek naar te doen. En dan blijkt toch dat bij verschillende families dat het nog heel erg leeft, omdat sommige kinderen in die tijd waren een paar maanden oud toen vader vertrok. Die hebben hun vader dus nooit gekend. En het bijzondere is dat behalve kleinkinderen dat er ook nog 3 van die nabestaanden die toen inderdaad vader niet gekend hebben, dat die ook nog hier vandaag aanwezig konden zijn. Ja. Nou is de plaquette opgehangen mede door de gemeente Doesburg, heb ik begrepen? Of de gemeente Doesburg heeft een activiteit van de Rode Toren? Nee, het is een activiteit van Stadenland Doesburg en de Rode Toren. Maar uiteraard hebben we dus daar ook de medewerking bij gehad en met name ook in financiële zin om dit te kunnen realiseren door de gemeente Doesburg. Dat ook van Eva Rutteberg. Dat is ook bekend. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag naar onze scherpe huurprijzen.